Landbouwminister Prahlaad Seudin heeft onderhandelingen gevoerd met het visserscollectief. Hij stelt dat zaken in tevredenheid zijn besproken. De bewindsman sprak journalisten vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Het visserscollectief heeft vorige week een petitie ingediend bij het kabinet van de president, waarin zij aandacht vroegen voor de diverse knelpunten en uitdagingen binnen de visserijsector. Seudin zegt dat er ook gesprekken gevoerd zijn over het tegengaan van de illegale visserij. Ja, die gesprek is geweest gistermiddag bij de president. En ze had een petitie aangeboden. We zijn er doorheen gegaan door al die punten. En het zijn punten die zaken worden aangehaald welke al heel lang spelen. Veiligheid op zee bijvoorbeeld. Hoe ga je ermee om? We weten allemaal dat we onze beperkingen hebben. En de illegale visserij. We hebben hun kunnen aantonen van waar we allemaal bezig zijn. En we hebben speciaal om hulp gevraagd van hun. Omdat hun inbreng daarbij een hele belangrijke is. Zij zijn in deze mijn ogen en mijn oren op zee. En ook in bij de bonden van de rivieren. Seudin zegt verder dat de wetgeving aangepast moet worden. Het ministerie van LVV is nu bezig te kijken hoe wetten aangepast kunnen worden om de sector beter te ordenen.